Welkom. Excuses dat het zo koud is, maar het regent niet. Zullen we dat maar als een soort positieve ontwikkeling met elkaar vaststellen? Hartstikke fijn dat u er bent op zo'n grote getale, op een toch wat vreemd tijdstip over het algemeen om hier met elkaar te staan. De mensen van de muziek hebben het helemaal koud. Excuses daarvoor, maar jullie hebben tot nu toe geweldig gedaan, dus daar ligt het in ieder geval niet aan. En we gaan straks verder. Er komen steeds mooiere mensen binnenlopen met steeds mooiere apparatuur, zou ik bijna zeggen, maar kinderwagens, daar zult u straks meer over horen. Maar we staan hier vandaag bij een symbolisch moment, namelijk bij iets wat onthuld gaat worden. En zoals u al gelezen heeft, is dat een klok, maar direct ziet u daar meer van. Even een klein stukje historie. 24 april 1942. En er zullen waarschijnlijk mensen hier zijn die dan wel weten waar dat voor staat. Toen was er hier in Vlissingen een ongelooflijk zwaar bombardement, waarbij 33 doden en vele gewonden vielen. En toen was er in die tijd een klok aan de gevel boven juwelier horlogerie van Joost de Voogd. Ik weet niet of er oude Vlissingenaar zijn die dat nog weten, maar dat was aan de Scheldestraat nummer 15. En die klok, het was zo'n heftige bombardement, dat die stond stil. En die stond stil op 14 uur 38. Maar pas op 15 mei 1946, toen de oorlog al voorbij was, al ruim anderhalf jaar voorbij was, is die klok gerepareerd. 4 jaar lang heeft die stilgestaan als monument, als een stille herinnering aan wat er toen gebeurd was, op het tijdstip dat er toen gebeurd was. En dat was nog heel uniek op dat moment. Nu, de vrede is weergekeerd, laat de klok haar wijzers weer de vrije loop. En dat was toch wel een heel uniek zin die op dat moment in de PZC stond. De tijd gaat voort. Hoe toepasselijk voor het moment van nu. Want ook nu gaat de tijd voort. Een bijzonder moment om weer een klok te zien in deze omgeving. En u zult hem direct gaan aanschouwen. 70 dagen voordat we vieren dat Vlissingen 700 jaar stadsrechten heeft. En dat is op 2 april 2015. Een heel mooi jaar ligt er voor ons. Met Tattoo, u zult het allemaal meemaken, de kunstmarkt, allerlei lezingen, heel veel muziek, jongeren, ouderen die allemaal muziek maken, roeiwedstrijden, zeilgebeuren, de sail in kleine vorm. Allemaal activiteiten die aan Vlissingen gebonden zijn en die komend jaar weer aan de orde zullen gaan komen. En het wordt een feest van Vlissingers voor Vlissingers. En waarom zeg ik dat zo? Omdat we dat feest alleen maar mooi tot een feest kunnen maken als we het met elkaar doen. En als we met elkaar de zaken ondersteunen die nodig zijn om zo'n feest ook te kunnen realiseren. Maar we beginnen met aftellen vandaag. Aan de hand van de klok Vlissingen 700. Een klok die mogelijk is gemaakt, dames en heren, door de steun van bedrijven die gedurende al jaren iets voor de gemeente doen. En dat bij deze onderstrepen om ook die klok haalbaar te kunnen maken. En hij is zeker haalbaar geworden doordat Bever Innovations de klok en de software heeft ter beschikking heeft gesteld. En dat is een geweldig mooi gebaar wat we heel erg op prijs hebben gesteld. We hebben wel een speciale verzekering afgesloten, dus, hè? Dus dat komt goed. Dames en heren, de klok Vlissingen 700. Dank u wel voor de muzikale begeleiding. En dank nogmaals aan al die bedrijven die dit mogelijk hebben gemaakt.